Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan worden de sprookjes voorgelezen als je gaat slapen. En dan groeit je op en dan stopt dat. Vandaar deze podcast, om al die mensen te bedienen van toch nog een sprookje voor het slapen gaan. De Niet Zo Serieuze Sprookjes, vandaag live vanuit de Roest Comedy Club in Gent. En ik heb naast mijn collega, vriend, acteur Jan van den Bos. Goedenavond. En Jan, we hebben na wat ruzie in het publiek iets over een lama gekregen. Ze wouden een giraf, maar het is toch een lama geworden. Het was er was eens een lispelende lama met hoogtevrees. Ja, okay? Ik ben akkoord. Akkoord, goed. Hier gaan we dan. Er was eens een lispelende lama met hoogtevrees. Het was allemaal begonnen omdat hij een grote moeder had. En tijdens zijn geboorte was hij nogal hard op de grond gevallen. Waardoor hij voor de rest van zijn leven lispelde. Hij was met zijn bekske op de grond gevallen en zijn tandjes stonden wat naar binnen. Ja, op zich, in de zoo van Plankendaal, zijn er genoeg verzorgers die zoiets kunnen oplossen. Ware het niet dat het op die dag juist staking was. En ze hadden hem niet zien vallen en dus heeft hij daar 4-5 dagen gelegen, want het was een serieuze staking toen met de dierenverzorgers. Ja. Die kregen geen subsidies niet meer omdat ze met hun piemel in iemand zijn gezicht gezwaaid hadden of zoiets. Ja. Maar dat weet ik niet meer van buiten. Hij heeft daar 4 dagen gelegen en is dan pas gevonden. En dat is zo'n trauma geweest voor onze lama dat hij lispelde. Ze hadden hem ook een naam gegeven, Simon. En wil dat nu net een naam zijn waar dat hem het moeilijk mee had? Want de lispelende lama zijn natuurlijk Simon. Op zich, Simon, daar kom je nog mee weg. Zijn maar papa heette ook met zijn echte naam Celleslags. Ah, jij had iets en, met medissen waarschijnlijk. Ja, ja, Celleslags is goed genoeg. Dus Simon Celleslags was de risée van Plankendaal. Er werd met hem gelachen langs alle kanten. Zeker omdat de lama's gepositioneerd waren tussen de hyena's, die bijzonder goed kunnen lachen, en de leeuwen. Leeuwen. Dat is nu toevallig een dier waarvan ik weet dat Geron dat geweldig goed kan nadoen. Wauw. Schitterend. Maar als een leeuw lacht, dames en heren, dan doet hij wauw. Dus Simon Celleslags groeide op tussen de lachende hyena's en de lachende leeuwen. En toen hij 5 jaar was, had hij het gehad. En hij ging naar de dierenpsychiater van Plankendaal. Fons de Wolf. En Fons de Wolf die zei, zit u. Waarop de lama zei, op die barkruk toch niet? Hebt u geen lagere stoel? Fons. Fuck. Fons. De Wolf. Ik was even vergeten dat hem lispelde, Gerold. Nee, zei de psychiater. Ik werk alleen met krukken. Dat is een probleem. Want ik ben hier eigenlijk aangesloten bij jou vandaag, omdat ik naast lispel ook oogtevrees heb. Ik durf niet op die kruk gaan zitten. Wauw, hij had een zin gevonden zonder essen. Dat was een zin die hij nog heel veel ging herhalen. Elke keer als iemand iets vroeg aan hem, Simon, nog eten, ik durf niet op die kruk gaan zitten, zei hij dan. Ja, ja. Ik durf niet op een kruk gaan zitten. Oké, zei Fons, ik constateer hier 2 problemen. Welk probleem, Simon Celleslags, gaan we eerst aanpakken? De hoogtevrees. Want mijn kot is een beetje gemaakt naar het land waar we vandaan komen. En er is een hoge berg in ons domein waar wij mogen rondlopen. En ik durf daar niet op. Heel de kudde gaat dan naar boven staan, doen alsof dat ze nog in Zuid-Amerika zitten. En ik blijf dan altijd beneden staan. En iedereen lacht mij uit. Ik sta dan beneden. Ik zeg, ik wil je ook aan naar boven, maar ik durf dus niet. Ik word beschimpt. Beschimpt en bescheten. De vogels vliegen voorbij en schijten op mijn kop. Ja, er is hoongelach van alle kanten. Zelfs de slangen, die sissen. Oké, zei Fons. Oké, we gaan... Ik ben van de praktische aanpak. We gaan een oefening doen. En hij nam Simon de Lama mee naar Zuid-Afrika. Weer al. En Simon zei, niet Zuid-Afrika. Pak me dan toch mee naar Zuid-Amerika, want dan kom ik vandaan. En toen zei Fons, dat bedoel ik. En ze gingen naar Peru.
En ze gingen naar de hoogste berg van de Andes in Peru. En vond zij Simon. Simon, kijk naar beneden, naar de vallei. Wat zie je? Goh, ik zie kleine huizetjes. Ik zie de kijk rivier. Verder, Simon. Kijk verder. Kijk verder dan de kleine huizetjes. Ik zie de Pacifische Oceaan. Kijk verder dan de Pacific. Wat zie je? De Paaseilanden. Kijk verder dan de Paaseilanden. Wat zie je? Australië. Amai. Je bent te ver. Je hebt te ver gekeken, Simon. Toen merkte Simon dat, ondanks zijn hoogtevrees, had hem wel heel goed zicht. Hij kon echt wel belachelijk weer kijken. Want hij zag zelfs Plankendaal. Hij zag Plankendaal. Ja. En vond zij heel juist. Heel juist. Je ziet Plankendaal. Simon, van hier. Wat wil dat zeggen, jongen? Dat ik eigenlijk al keihog staan zonder het te beseffen. En... Ja, dat is eigenlijk... Ja. Ik wou iets heel anders zeggen, maar dat is eigenlijk beter. En Fons begon plezier te hebben in de hoogte. Hij begon rond te lopen. Maar zijn longen waren niet aangepast aan de hoogte. En hij werd ijler in zijn hoofd. En plots viel hij recht op zijn tandjes. En zijn tandjes stonden terug recht. En het daagde hem. Uiteraard. Hij dacht terug aan het eerste moment van zijn leven toen hij het levenslicht zag en door de ellenlange benen van zijn moeder van veel te hoog op de grond kwam en heel het jeugdtrauma, heel zijn complex was in één klap opgelost. En niet alleen was hij verlost van zijn lispel en had hij Fons in het gezicht gespuwd, want dat was ondertussen ook gebeurd. Hij was ook verlost van zijn hoogtevrees. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat is een hele moeilijke deze. Als je met een trauma zit en je gaat op reis met een rugzak en je stopt een berg, laat u eens vallen. Als je dat overleeft, zit je misschien verlost van uw trauma. Slaap lekker. Dames en heren, Jan van den Bosch.